daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Er werd weer eens gewonnen. Dat is lekker zeg. Woensdag bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. 3-2 werd het uiteindelijk. Dat geeft een goed gevoel naar zondag. Belangrijke wedstrijd komt eraan. Go Ahead Eagles thuis. Daar gaan we het over hebben. En we praten even met Metson. Misschien wel een van de uitblinkers van afgelopen woensdag. Eerst maar eventjes nog over de wedstrijd van woensdag, de bekerwedstrijd tegen Fortuna. Ik voorspelde het al, 3 keer scheepsrecht. Ja, nee, jouw voorspelling die kwam volledig uit, dus ik ben blij mee en benieuwd wat je vandaag hebt bedacht. Toch maakt het jullie nog een beetje spannend, vond ik. Ja, ik denk tweeledig. Hè. Aan de ene kant ook te maken met de tegenstander die natuurlijk gaat voor een derde treffer. Aan de andere kant hebben we ook aan de andere kant denk ik de mogelijkheden of de kansen laten liggen om de vierde te maken. Ja, dan blijft het spannend en... Nu was het geluk aan onze zijde dat Boerak hem overkopt, maar we moeten eindelijk de wedstrijd eerder beslissen. En dan hebben we gesproken met de Deen Metson. Nou, hij is hier al een tijdje, dus ik was ook wel benieuwd hoe gaat het met het Nederlands spreken. Nou, dat ging verrassend goed. En ik was ook wel benieuwd naar zijn rol die hij afgelopen woensdag had in plan B, zoals Meijer het noemde. Hij speelde vanuit het middenveld. Beviel dat? Ja, ik denk het wel. Ik speel misschien een beetje meer in de binnenkant en een beetje meer hetzelfde als ik speelde in Denemarken. Dus ja, ik heb de bal misschien een beetje meer, ook meer in het middenveld als je zegt. En ik denk het was goed en het systeem was ook, misschien was het goed voor het team een nieuw systeem te spelen, nieuwe dingen te hebben. Ja, want aanvallend mag het gewoon nog wel wat beter hè? Ja, precies. En ik denk dat woensdag zou je dat het dus beter was. En dan zondag, thuiswedstrijd. Go Ahead Eagles. Ze staan iets onder NEC, hebben 1 puntje minder. Belangrijk, er moeten gewoon 3 punten gepakt worden als je uit die onderste regio weg wilt en weer naar boven wilt. Wat verwachten we eigenlijk van Go Ahead? En is iedereen fit? Wat verwacht je van Go Ahead? Ik bedoel... Als je kijkt naar hun uitslagen, ligt het redelijk... aan wat NEC ook een beetje doet? Ja, het is gewoon een degelijk team. Stug, fysiek sterk, zeker voorin. En een aantal fysiek sterke jongens, snel. Dus het zal niet makkelijk zijn. Ik verwacht ook niet dat ze ons volle bak onder druk zullen zetten. Dus ze zullen ook de ruimtes klein maken. Ja, uiteindelijk aan ons om daar iets op te bedenken. Ja, Ivan Marques zagen we nog apart trainen. Dus die zal zondag niet spelen. Hoe is het met de ziekenboeg voor de rest? Kramer? Iedereen traint. Die zijn nu aan het trainen, dus dat ziet er goed uit. En Ivan, het is nog vroeg om al af te schrijven, dus dat zullen we de komende dagen bekijken. Je noemde het plan B, hè? Die opstelling. Kunnen we nou zeggen dat dat misschien ook wel eens plan A kan worden voor zondag? Je kunt er van alles van zeggen, maar dat zullen we zondag zien. Maar wij hebben dit heel vaak in de trainingen gedaan. En dan staan er misschien ook soms andere poppetjes. Hè. Dan zijn de buitenkanten bijvoorbeeld buitenspelers in plaats van backs. Ja, om wat te forceren. En dat hebben we ook gedaan tegen Groningen en Fortuna in de competitie. En daar train je het voor. En dan is het ook fijn om het een keer in een wedstrijd te proberen vanaf het begin. Ja, dan zie je dat bepaalde dingen wel goed eruit komen. Zullen we dan zondag een doelpunt maken die wel telt? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel eindelijk. Maar ja, maakt niet uit als we winnen. Dat is heel belangrijk. Dat was hem dan weer, de NEC-update van deze week. Zondag is de wedstrijd tegen Go Ahead in hopelijk weer een vol Goffert stadion. De wedstrijd is om 2:30. Natuurlijk ook weer live te volgen op de radio bij RN7. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!